auto. Naast wie zit ik? Ja, waar zitten we in? Dat hebben mensen al gezien. Ja, precies. Ja. Ik ben Alexander de Engelsman en ik kom uit Amsterdam. Je bent helemaal hier naartoe gekomen. Ja, zeker. Wat leuk. Nou ja, ik ben Wouter, jongens. We zitten in mijn auto. Nou ja, niet in mijn auto. We zitten in jouw auto. Lekker. En wat voor auto zou je bijna zeggen? Panamera. Yes, 4S. 4S. Sport Turismo. Kan ik zien als ik in mijn achteruitkijkspiegel kijk. Ja, klopt. Leuk. Ja, ik vond de Sport Turismo sowieso er beter uitzien dan de standaard Panamera. Ik vind de Panamera is niet de mooiste Porsche, dat weet ik ook. Ja. Maar de Sport Turismo heeft net even wat dat extra. Ja. Kijk. Flitspaal 50 km/u. Nee, dat is wel grappig. Ik was bij de lancering van de Porsche Macan. Ver weg in Singapore, hartstikke leuk. Ja, cool. En daar hebben we ook met de designers hadden een soort ronde tafel. En toen ging het op een gegeven moment over, ja, zijn jullie ook wel eens ontevreden? En toen vertelde hij, ja, eerste generatie Panamera, weet ze eigenlijk zelf ook wel van, ja, niet helemaal lekker qua verhouding. Weet je waardoor het komt? Even een kleine zijstap. Geen probleem. Destijds de topman, Wiedeking, die wilde dat je goed achterin kon stappen. Dus dat je goed achterin kon zitten en er makkelijk in kon stappen. En wat je daarvoor nodig hebt, is dat dat dak wat langer zeg maar recht loopt, dat je gewoon wat meer ruimte hebt. Maar ja, dat zie je als je toen zij het zei, daarna pakte weer wat foto's en denk ik, ja, als je hem net even wat vloeiender tekent, is hij waarschijnlijk mooier. Maar goed, zij zeiden van ja, met deze generatie Panamera al veel beter. Ja, wel eens. Maar ja, jij hebt sporttoerisme. Ik snap het wel. Het is wel een beetje een Nederlandse auto, een station. Kan je lekker mee verhuizen. Word je vaak gebeld door je vrienden? Moet de wasmachine ophalen? Ik heb wel eens gehad trouwens dat ik in Amsterdam, ik gebruik hem soms wel eens inderdaad om naar de praxis te gaan of ik andere bouwmarkt. Yeah. En ik heb wel een keertje gehad dat een mevrouw, die kwam waarschijnlijk ook uit Oud-Zuid, want ik woon ook in Oud-Zuid, die zei tegen mij, nou meneer, je kunt toch niet met deze auto, kunt je toch niet gaan dat spul je auto doen. En toen had ik gezegd, ja, maar ja, het is gewoon mijn dagelijkse auto. Oh, ja. En de ruimte is wel ideaal. Maar ik heb hem niet genomen omdat het een stationwagen is, want die vind ik over het algemeen minder mooi. Maar ik vind gewoon, ja, de normale versie van de Panamera vond ik gewoon net niet. Nee. Ja, ik inmiddels, omdat je ze, dat is wel grappig, in Nederland zie je natuurlijk volgens mij, maar misschien is het alleen maar mijn referentie, meer sporturismo's dan normale, begin ik de normale Panamera ook wel weer leuk. Het is ook wel wat je veel ziet, daar wen je aan de ene kant aan. En dan, nou, fantastische auto natuurlijk. En je zegt, het is je daily driver. Ja, klopt. Dus dat was lekker. Ja, en ik heb ook kinderen, want dat is ook de reden waarom ik eigenlijk de Panamera destijds had gekocht. Want ja, het liefste zou ik natuurlijk in de 911 elke dag rijden. Er kunnen ook twee kinderen achterin, hè? Mijn dochter van 15, die past er zeker niet in. Mijn zoon wel. Ja, die zag ik net. Die kan ook best wel achterin. En jij hebt zelf ook niet super lang. Dus nee, klopt. Ben een beetje passen meten. Nee. Soms krijgen we inderdaad ook van de dealer krijgen we een 911 mee als deze voor onderhoud moet. Yeah. Maar mijn zoon zit dan wel eens achterin, want er zit natuurlijk een vriend van mij, die zit dan bijvoorbeeld naast mij. Omdat we dan even moeten uittesten hoe fijn zo'n 911 rijdt. Ja, maar het is wel lekker dat je gewoon, ik bedoel, als daily een Panamera, en ik kan zeggen, ja, het is geen 911, dan had ik misschien liever gehad, maar kinderen. Ja. Maar het is wel geweldig. Zeker. Heb je toen ook naar andere auto's gekeken of was het echt gewoon duidelijk, nee joh, het is zo'n Panamera punt? Nou ja, ik had hiervoor, het is echt een beetje een raar verhaaltje, maar... Ik ben dol op raar. Oké. ik had heel toevallig, had ik mijn huis in Amsterdam, ik woonde vroeger in Oostdorp, had ik eigenlijk best wel goed verkocht met meerwaarde. Ja. En toen konden wij inderdaad wat extra geld opnemen. En toen op een gegeven moment toen wou ik toch eigenlijk wel een leuke sportieve auto kopen. Yeah. Waar we toch met het gezin in konden. Yeah. En natuurlijk heb je Ferrari FF. Yeah. Of wel andere SUV-achtige. Maar ik hou niet van SUV's. Dus er moest voor mij sowieso een beetje sedan-achtige auto zijn. Yeah. Yeah. En toen had ik als eerste een 970 gekocht. Yeah. Een hybride. Yeah. En ondanks wat... Zo'n Panamera, hè? Ja, mensen ook een die Panamera. De precies. Yeah.
Ondanks dat ik later wat problemen kreeg met de batterijpack van de hybride, was ik toch wel een beetje verslaafd geraakt aan Porsche. Want het is wel een mooi merk, vind ik. Ik bedoel, het is een sportieve auto. Wat maakt het voor jou zo mooi inderdaad? Dat is wel mooi. Ik weet wat ik er mooi aan vind. Maar wat? Ik vind het herkenbaar. Yeah. Ik vind zelfs deze auto, die misschien iets minder Porsche is dan bijvoorbeeld een 911. Yeah. Er zijn nog steeds kinderen die op zich niet echt expert zijn in de auto's. Die dan voor je auto staan en gelijk roepen, papa, Porsche. Yeah. Yeah. En het heeft ook wat... Ik ben iemand van emotie, yeah. Want deze auto's koop je niet omdat ze super praktisch en zo zuinig zijn. Nee. Maar het straalt gewoon emotie uit en historie. Ik bedoel, alleen het embleem al vind ik al mooi. Ik volg je. Ik heb geen Panamera, maar een lekker oude frikandel van 911, zoals ik mezelf altijd omschrijf. Heerlijke auto. Nee, absoluut. Echt mooi. Maar ik snap wat je bedoelt. Zeg maar historie, herkenbaarheid, bepaalde kwaliteit, prestaties. Ja. Nou ja, het hele plaatje. Hè, dus dat snap ik absoluut. Dit rijdt ook zo lekker. We rijden hier op die B-wegen, zeg maar zo, bij Numansdorp. Maar dan rijden allemaal mensen, zeg maar, heel rustig. Ja. Hun goed recht. Maar wij willen net iets meer tempo. En eigenlijk zonder enige moeite. Dit rijdt zo goed. Ja, deze heeft ook de vierwielaandrijving helpt natuurlijk ook wel, omdat je dan ook net ietsje harder door die bochten kan. En ook die 440 pk, dat is als je hem uiteindelijk op de staart trapt, dan voel je dat ook wel. Maar eens doen dan. En je hebt natuurlijk ook nog, want hij heeft zelfs ook nog dat, want dat herken je misschien ook nog wel uit de 911. Hij heeft ook het passeerknopje, dus als je die, dan heeft hij maximaal pk. Deze moet even doen. Sport response. Ja, hij schakelt zelf terug, toch? Kijk. Ja. Oh, ja. 20 seconden lang dat hij op het optimale toerental voor acceleratie. Ja, dit is toch heerlijk dit. Ja. Zitten we dan in de station? Kom maar. Geweldige auto. Maar je had toen de vorige Panamera. Ja. Heb je nog nagedacht over andere auto's of zo? Of zeg je van, nou ja, eigenlijk... Tuurlijk heb ik wel nagedacht. Kijk, van oorsprong ben ik eigenlijk ook wel echt wel een liefhebber van BMW. Ik heb E46 gehad. Ja. Daarna heb ik de F30 gehad. Maar ja... Het kwam toch een beetje omdat ik die 970 had gehad. Ik weet niet, ik was er gewoon tevreden mee. En wat ik ook heel mooi vind van Porsche is dat je ziet ze niet altijd heel veel. Tuurlijk merk ik ze nu meer op. En nu Oud-Zuid kan je beter BMW dan Porsche. dat klopt ook. Maar ik woonde daar toen nog niet. Nee, oké. Dus, ik hou wel een beetje van auto's die niet altijd iedereen heeft. Nee. Nou ja, en dat is natuurlijk met de Panamera, even los van dat ook de tweedehands Panamera's goedkoper worden. Goedkoop, minder duur, dat is beter worden, denk ik. Ja, precies. Het is in aanschaf, zeg maar, in nieuwprijs, duurder. Niet ik wil niet, zeg maar, awkward voor jou, maar weet je, het is natuurlijk een auto die... je kan veel goedkoper rondrijden. Dat is natuurlijk, weet je, dat blijft in deze klasse. Verzekering, onderhoud, verbruik, als je een keer nieuwe banden moet. Ja, alles tikt natuurlijk wel door, dus ik snap wat je zegt. Maar ja, nee, niet iedereen rijdt hierin. Nee, ik had wel een RS6 bijvoorbeeld, had ik wel heel eventjes overwogen. Ja. Maar een collega van mij had een RS6 en die had mij toch gezegd van, ja, met de hoeveelheid dat ik rijd en wat ik ermee doe, hij zei, ik zou het toch niet doen, want RS6 is een geweldige wagen. Hè? Ja. Ook super mooi geluid vind ik. Ja. Maar ik vind een RS6 ook net iets te opvallend. Die achterkant, super dik. En met deze auto, toen ik voor de eerste keer ook bij mijn ouders kwam, ja, ze hadden toch niet echt het idee dat dit nou een hele supersnelle, dikke auto is of zo. Het is gewoon een Porsche. Maar ik snap wat je bedoelt. Nee, met de RS6 is wel, wat ik wel grappig vind, als je zeg maar 20 jaar, 30 jaar geleden, 25 jaar geleden, M5 en RS6 en zo, was wel andere wielen en een paar spoilertjes en iets groter uitlaten, maar het is steeds expressiever geworden. Ze hebben het steeds dikker gemaakt, wat klanten blijkbaar willen, maar
deel in ieder geval. Jij niet, zeg maar, blijkt. Maar dat is wel grappig. Het was altijd ook wel een beetje een soort van... Als je het wist, dan zag je het. En nu is het recess meteen bam in your face. Ja, precies. Het is minder een wolf in schaapskleren. Het is eigenlijk gelijk al een dikke wolf eigenlijk. Ja, ja. Een wolf in wolfskleren. Ja. en deze auto is toch wat meer ingetogen, zeg maar. Ja. Ja, een toefje. Maar aan de andere kant, mensen zien natuurlijk wel, want het is een Porsche en dat is ook. Ja. Maar goed, je hebt een redelijk beschaafde kleur. Wat is het? Zwart of blauw? Donkerblauw, volgens mij. Ja. Ja. Je weet het, je mist het. Jouw auto. Je twijfelt nog. Ja, nee, maar... Kijk even. Ja, ja, precies. Nee, ik heb hem ook niet echt gekocht op de kleur of zo. Het was gewoon... Ik heb hem in Leusden gekocht bij Porsche. Ja. En deze stond toevallig daar, want ik wist al dat ik een Panamera wou. Yeah. En ja, dat deze natuurlijk ook de 4S dat stond. En natuurlijk omdat dit ook de 440 pk versie was, want je hebt die natuurlijk een stapje. Dat was volgens mij de 330 pk. Die heb ik ook gereden, maar is net niet. Je hebt de Panamera 4 En het is net te weinig pk. Yeah. En ik vind natuurlijk die V8. Is natuurlijk geweldig, hè? Die 550 pk. Ja. Maar ik heb daar ook mee gereden. Ik heb ook met de Cayenne gereden met dezelfde motor. Maar ik denk niet dat het zo goed is voor mijn portemonnee. Want die nodigt echt wel uit om eigenlijk altijd net iets te hard te rijden. Ja, deze ook wel. Gaan we stoppen hier. Nou, hij heeft gelukkig keramische remmen, dus daar remt echt goed. Dat is een bijzondere actie, zeg maar, zo midden op zo'n rotonde. Ja. Ja, er gaan ook mensen die remmen om eraf te gaan. Maar ze gingen echt even stilstaan op het punt van ik dacht, bijzonder. Ja, dus dat was daarom geen GTS of een turbo, maar 4S vond je al gek genoeg. Dit is niet de hybrid, hè? Nee, dit is niet de hybrid. De hybrid in deze serie is inderdaad wel de snelste. Ja. Maar die was toen de tijd ook nog dik over de, wat is het, 120.000 euro. Ja. Dus flink aan de prijs. En ja, gezien ook mijn ervaring met mijn vorige hybride, zei mijn vrouw, ik wil geen hybride voorlopig meer. Ga eerst maar benzine. Maar dat was muziek in mijn oren, want ik ben wel een petrolhead uiteindelijk. Ja, ik vind het heel dubbel met die hybrid. Ik vind Porsche doet dat op zich wel heel erg goed. Hè? Dat geeft een performance boost en je kan er nog een beetje elektrisch mee rijden. Maar het blijft zwaarder, het blijft complexer. Nou ja, daar ben jij achter gekomen. Zeker. Maar goed, als je ze nieuw koopt, zijn ze natuurlijk wel met de belasting. Het scheelt zoveel inmiddels met de hybrids. Ja. En je hebt natuurlijk twee verschillende hybrids gehad, hè? Dus die Turbo SI Hybrid en dan de normale, zeg maar, soort instap hybrid. Ja, klopt. Ik had bij de 79 had je inderdaad die versie dat je die hybride niet eens uit kon zetten. Ja. En ik had dan de versie, daar kon je dan wel wisselen. Ja. Dus dat op zich wel lekker. Ik heb trouwens, ik was vergeten, voordat ik deze kocht, heb ik nog wel overwogen om een Taycan te kopen. Zelfs nieuw. Want een nieuwe Taycan, het basismodel, was goedkoper dan deze auto tweedehands. En ik heb hem gereden en van binnen is die eigenlijk bijna identiek. Met uitzondering dat het middenconsole gedeelte echt allemaal touchscreen is. Nou, daar hou ik al niet erg van. Nee. Maar wat mij tegenviel was de rijervaring. Want het ding was echt snel, maar ja, het gaat rechtdoor snel, maar stil, geen beweging. Ja. Ik vind het persoonlijk iets minder, maar dat is mijn voorkeur. Ja, ik snap het. Kom, we gaan even een sprintje doen. Oh, hier zit trouwens, hoe heet dat ook weer? Launch control. Launch control, mag je uitproberen. Dat is echt, dan gaan we hier even aan de kant gaan we wat voorbij laten, anders dan ik wat deze gasten dan doen. Ja, deze gasten gaan even launch control, dat het leuk is. En je weet hoe het werkt toch? Je hebt vaker gedaan. Ja, volgens mij Sport Plus en dan voet op de rem en de gas erop. En dan moet hij goed gaan. Ja, het is zo leuk. Vooral fijn om te... Nee, ik wil zeggen, vooral fijn om iemand anders over te doen. Maar dit is een Porsche Launch Control. En dan gaat de camera. Maar die hangen wel weer even recht. En dan houden we ze... Wat een geweld, hè. Lachen. Wel weer de camera vastdraaien. Ik een beetje scheef. Zo hard gaat het dus, dat de camera... Zo grappig. Nee, ik echt vast. Zo, denk ik. Daar richt de cameraman wel. Ik wilde lullig doen over met launch control. Ja, lekker om dat iemand anders te doen, auto's te doen. Maar dat is serieus waar bij Porsche. Dit zou je de hele dag kunnen doen. Dat ga je niet doen met je eigen auto en ook niet met een geleende auto trouwens. Maar het is wel dusdanig geëngineerd dat dit kan echt geen kwaad. Nee, klopt. Het is echt...
Ik hoorde ooit een verhaal van iemand die zei, ja, we hadden, je hebt in Amerika heb je zo'n Porsche Experience, een circuit, kan je auto's huren. Oh ja, ja. En zei, ja, daar hadden we iemand, vertelde een van de instructeurs. Dus ja, die kwam dan eens in de zoveel tijd een GT3 RS of een Turbo, afhankelijk van wat er nieuw was, huren. Oh ja, leuk. Dus ja, leuk. Maar weet je wat hij dan 2 uur lang deed? Alleen maar launch control. Die vond het gewoon zo geweldig om app, en dan... Maar het is ook geweldig. Ja, het is geweldig. Maar dat kan dus, ik weet niet of 2 uur lang nou zo slim is, maar van een uur in ieder geval. Hij huurde een auto, weet je, en dat kost serieus geld, alleen maar om dat te doen. Dus niet om daar op het circuit en weet ik wat. Ja, leuk. Lekker. Ja, het is een geweldige auto. Het is wel een van de beste auto's die ik, die ik heb gehad. Zal iemand door hebben dat hij die tak over doet? Ja, dit is... Nou ja, ja. Maar ik heb het niet zo vaak gedaan hoor. Want launch control heb ik denk ik ook pas gedaan. Eigenlijk pas na een jaar. Want ik wist al in eerste instantie niet eens hoe ik dat moest doen. Oh, ja. En ja, ik woon in Amsterdam, dus jij hebt ook niet heel veel plekken waar je het echt kan doen. Maar inderdaad, op een buitenweggetje hebben mijn zoon en ik een paar maanden terug het voor het eerst geprobeerd. Dat is geweldig. Dat is toch goed. Dat vind ik ook leuk. Maar je reed in die Taycan. Dat was een basis Taycan? Nee, het was niet een basis Taycan. Maar ja, goed. Het is een mooie wagen, het is echt, de afwerking is echt Porsche, maar de beleving was niet Porsche in mijn optiek. Dat is mijn mening, hè? Ik heb een beetje haat-liefde verhouding met de Taycan. De eerste keer dat ik erin reed, dacht ik, nou, is dat alles, weet je? Ja, het gaat wel hard. Dan heb ik later nog wel een paar keer gereden en als een soort daily, it makes sense. Het is wel een hele fijne, lekkere auto. Ik vind alles. Het nut van zeg maar, de snelle versies bij elektrische auto's en dus ook bij Porsche eigenlijk heel beperkt. Dat je eigenlijk aan een 4S heb je al genoeg en die turbo en turbo S eigenlijk gaat nergens meer over. Ja. Kijk hier, als je hier van deze naar een turbo S gaat, dan heb je opeens een V8 anders en is het ook toch een elektrische auto. Maar los ervan, Taycan, ja en nee. Dus een beetje, aan de ene kant denk ik ja heel leuk en aan de andere kant denk ik Ik vind dit lekkerder. Ja, en ik vind het ontwerp van de Taycan vond ik ook minder mooi. Want achter vind ik de Taycan juist net iets mooier zelfs dan deze Panamera aan de achterkant. Ik heb toen die Sport Turismo gereden van de Taycan. Maar ik vind bijvoorbeeld, maar dat is mijn persoonlijke smaak, de voorlampen van een Taycan vind ik niet Porsche. Nee. Ik vind, deze heeft nog iets van een Porsche. Yeah. Mensen herkennen dat nog. Yeah. Maar ik denk dat... Als je met een Taycan rijdt en je zou het logo afdekken, ik weet niet of kinderen dan het zou bijvoorbeeld herkennen. Dat is wel een beetje een graadmeter, vind ik. Van als kinderen zeggen, oh, dat is een Porsche. Ja, true. Het is een beetje een nieuwe Porsche, want hij heeft natuurlijk wel die koplampvorm en een beetje die spatborden die zo doorlopen. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is anders en daarmee minder herkenbaar. Ja. Want zelfs de nieuwe Macan vind ik toch nog wel wat Porsche hebben. Die kun je nog steeds wel herkennen als Porsche. Maar de Taycan, ja, ik weet het niet. Ik ben er nog steeds niet aan gewend, de voorkant in ieder geval. Nou ja, en wees blij dat je geen nieuwe Taycan hebt gekocht. Want qua afschrijving, Taycan... Dus ik denk dat je hier beter aan hebt gedaan. Dat is de wijsheid van nu, hè? Dus dat is altijd lastig. Ja, maar goed, uiteindelijk heb ik deze auto ook eigenlijk niet... Klinkt misschien een beetje arrogant, maar ik heb deze auto niet gekocht van afschrijving of waarde. Want nee, dit is geen auto die ook waarschijnlijk meer waard gaat worden. Hè? Zoals andere, bijvoorbeeld jouw Porsche. Ik denk dat die misschien, als je hem goed houdt, dan kan die best wel meer waard worden. Dat zal deze niet zo snel gaan worden. Nee, dus, eens. Nee, dat klopt. Nee, ja, weet je, in auto's, je hebt het ook gewoon nodig en dat is leuk. Weet je, jij hebt een gave auto, ik wel. Blijft wel, als ik in een moderne Porsche, oude Porsche, maar zeker moderne Porsche, alles is zo verschrikkelijk goed. Ja. Ze hebben daar, het kost knijter veel geld als je het nieuw koopt, maar je merkt wel, alles is echt goed doordacht, goede kwaliteit. Ja, en wat ik ook nog mooi vind is het dashboard. Want ik vind, ik ben namelijk niet fan van volledig digitaal dashboard. Nee. En ik vind dat ze hier een supermooi compromis hebben gedaan. Want die toerenteller is nog echt analoog.
En links en rechts van de torenteller is het gewoon digitaal. Ja. Ik vind dat, ja, dat vind ik echt mooi. Ja, dat is zeker geweldig. En dat is wel jammer, Porsche gaat daar wel van afstappen. Ja, ik heb het gezien in de Macan. Ja. Ja. Jammer. Ja, de Macan is natuurlijk elektrisch, dus wat heb je nog aan een toerenteller? Maar ook de nieuwe 911, waarschijnlijk gewoon alleen maar display voor je neus. En ik vind het wel zonde, want het is inderdaad wel mooi. Het is wel een mooie combinatie zo. Ja, en ook details als inderdaad toch dat Porsche, hè? Dat knopje, die mode selector. Ja, ja. Hè? Dat is uit de 911 natuurlijk. Ja. Maar ook vind ik het leuk. De aan- en uitknop die ze nog steeds eigenlijk een soort analoog links hebben gemaakt. Ja, ja, ja. Ja, in de tijd dat inderdaad die coureurs snel moesten instappen. Ja, en rennen. Ja, je rende naar de auto, je moest sleutel en contact stop meteen de auto en de versnelling starten. Nou ja, dan kon je alles in één keer. Het zijn van die kleine details die toch zo'n auto dan heel mooi maken. Ja, het is wel grappig. Soms in moderne auto's. Wij testen natuurlijk heel veel nieuwe auto's. En dan stap je in en dan denk je echt. Waar zit hier het contactslot aan uit ding? En het zit natuurlijk soms nog wel bij het stuur, dus rechts. Nou, bij Porsche weet je, het is altijd links. Ja. Maar bij andere modellen is het in de middenconsole of tussen allerlei andere knoppen. Het is echt een. Dat is niet intuïtief. Dan denk je, joh, plak hem lekker hier, gewoon bij dat stuur. Eigenlijk is dat wel prima. Ja. Dan weet iedereen te vinden. Dat is vreemd. En die knopjes vind ik ook eigenlijk best wel. Lekker, want het is gewoon echt stevig. En deze is natuurlijk uit 2018, dus die alweer al een paar jaartjes oud. Ja. Maar het is nog steeds zo stevig. Ja, ja, het is niet slap. Nee. Het enige minpunt, maar dat had je net ook al volgens mij toen je instapte, is dat de volumeknop een soort draaiknop is. Ja, 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 en bijna iedereen die mijn auto rijdt, want ik laat mensen toch altijd wel mijn auto rijden, want ik vind het leuk gewoon ook de auto een beetje delen, zitten ze toch hier aan de bovenste knop te draaien. Je pakt de verkeerde knop in instantie. Dat ik het wel weet. En dan, Dus dat vind ik het enige waar ze misschien iets minder aan gedacht hebben. Ja. Maar voor de rest, Duits, hè? Grondigheid. Nou, heb je deze. Je hebt een soort van je droomauto gekocht. What's next? Ik zit iedere avond weer van alles te bekijken. Ja. Voorlopig koop ik allemaal niks. Maar jij ook? Waar kijk je naar? Wat wil je? Waar droom je van? Waar ik echt van droom, is toch wel... Mijn droomauto is 911 GT3. Yeah. En dan niet een 992. Want een 992, daar vind ik... Ja, die taartschep achterop vind ik echt te groot. Ja. Ik vind de mooiste 911 GT3 RS vind ik toch wel de 991. Ja. Ik vind die is wat iets ingetogener. Ja, maar wil je een RS of een GT3? GT3 RS. Nou, maar echt droomauto is natuurlijk GT3 RS. Ja. Dat is gewoon... Kijk, op het moment dat jij zegt, taartschep achterop. Kijk, GT3 kan je als touring krijgen. Klopt. Wat eigenlijk gewoon is, we halen de spoiler eraf en niet heel veel meer dan dat. Ja. Maar... Ik snap je wel, daar gaat het niet om. Dus maar vandaar even. Ja, nee, ik vind de RS. Ik vind toch bij de RS. Ik vind het is net iets meer mooier in verhouding ook. Dat maakt dat model gewoon net wat mooier, vind ik. Met die spoiler. Maar dit is een persoonlijk iets natuurlijk. Ik zit even over na te denken. Ja, ik vind die 992 GT3 RS. Ik vind ze eigenlijk, GT3 RS eigenlijk nooit mooi, maar wel heel gaaf functioneel. Ja. In de 992, die spoiler gaat nergens over, maar ik heb er toen mee op het circuit gereden. En dan krijg je jongen, hier, voel die downforce. Voel je downforce? Ja, nee. Maar je merkt van, je kan gewoon op hoge snelheid knijterhard door bochten. Ja. Je had ook die verstelbare met DRS functie. Ja, het is echt, het is in die zin een beetje ziek. GT3 RS. En wat komt er dan nog bij? Want je hebt kinderen. Kijk, als we realistisch zijn, zou ik zeggen ik wil toch zo'n auto zoals jij. Ik vind het echt wel mooi. Ook die oudere Porsches vind ik misschien nog inderdaad wel mooier dan de nieuwere. Ja. En dan zou ik verstandig erbij een BMW 3-serie of een 5-serie, denk ik wel. 5-serie. Nou, kijken van mijn voorrecht 5-serie aan 9L. Ik denk dat mijn vrouw het niet erg vindt als ik zeg maar de 5-serie en mijn 9L ruil tegen deze, dan zijn we zo uit, hoor. Moeten we dat regelen zo meteen. Nee, ik snap wel waar jij... Ik heb dat natuurlijk, dus ik snap het heel goed, maar de soort fun-auto en iets praktisch bij. Je hebt het nu in één auto gecombineerd, wat ook zijn charme heeft, hè? Zeker. Het nadeel van al die mensen die gave auto's hebben, maar die staan dan in een garagebox, dat zou bij jou ook zijn. Mm-hmm. Hè?
we hadden net met de koffie over. Ja. Ja, dan staat hij in de garagebox en dan rij je door de week in je Toyota Prius. Nou ja, in je BMW 3 of 5. Prius zou ik, dat staat op de no-go-list voor mij. Ik ga hem hier neerzetten. Ja, dat zie ik. Nou, straks mag hij daar, want we zijn er alweer. Nee, het is gewoon lekker als je een auto hebt die leuk is om mee te rijden, ook door de week. En als je alleen maar iets hebt wat... Oh, je rijdt achteruit. Ik rijd achteruit, ja, ik zet hem eventjes. Ja. Dat is ook een mooie feature trouwens, de 360 camera. Ja, maar dit is wel iets wat ik bedoel met dat het bij Porsche allemaal goed. Ik bedoel, dit is gewoon helder. Je hebt de achteruit. Jullie zien dat niet op beeld, maar ik ga het even eilen. Ik zie de achteruit rijden, zeg maar, beeld echt achter mij. En ik zie daarnaast 360 zomaar om me heen. Dan zie je daar stoeprandje verder straat. Die combinatie, ja, dit is hoe je het wil. En ik merk soms bij sommige merken, ja, die hebben het dan precies niet zo. Zo, dit reclameblog voor Porsche wordt u aangeboden door Alexander en Wouter. Nee, geweldig auto, heerlijk. Nee, stiekem, dat klinkt raar, maar wel een beetje jaloers dat je dit als deel. Het is wel lekker. Ja. Fijne auto. Ja, en dit is ook altijd gewoon, als je inderdaad, ook als daily, heb ik toch altijd weer als ik deze auto rijd, dan word ik toch wel een beetje gelukkig van. Dan heb ik toch weer geen spijt ervan. Daar doen we het toch voor. Ja. Hey, dankjewel dat ik even een rondje mocht rijden. Geen probleem. We hadden nog best lang door kunnen lullen. Maar ja, zeker. Weet ik, jullie er vol adem in kijken? Maar misschien nog wel. En als... kijk, ik heb tegen mijn vrouw gezegd, als ik de loterij win, dan koop ik een 9 of Dakar sowieso. En de rest ga ik over nadenken. Ja. Als jij de loterij wint, dan koop je een GT3 RS. Zeker. Dus als we nou allebei zeg maar, een half lot kopen en we winnen het allebei, dan mag jij in mijn Dakar rijden en dan ga ik in jouw GT3 RS. Prima, maakt mij niet uit, want ik vind de Dakar een geweldig wagen. Zeker, zeker. Dus, nou, leuk, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. De URL hieronder kan je opgeven. Het is van allerlei auto's. Ja, Panamera is natuurlijk geweldig. Maar we gaan vandaag met van alles rijden. Dus schroom niet om je op te geven. Ik laat hem gewoon hier even staan. Dan gaat mijn collega nog even wat beelden opnemen die jullie ook kunnen zien. Bedankt.